Tot morgen, hè? Tot morgen. We kennen, kom! Kom mee! Goed, we zijn binnengeraakt. Nu moeten we ons verdelen over de verschillende afdelingen waar de mama's en papa's werken om zo cadeautjes achter te laten voor de kinderen. Ja, Sinterklaas, ik heb hier de plannen van het ziekenhuis om te zien waar iedereen werkt. Zeer goed, zeer goed. Bakpiet, jij gaat naar de keuken. Heb jij je recept mee voor die heerlijke speculaas? Op zak. Zeer goed. Ik stel voor dat wij ons verdelen over de verschillende afdelingen. Maar we moeten heel stil zijn, heel voorzichtig. Niemand mag weten dat wij hier zijn. Goed? Oké, kom je naar de Sinterklaas. Met de bewaking. Ja, meneer de bewaker. Op de verpleegafdeling ligt opeens een rood zakje. Wat zeg zakje. Je? Een rood zakje? Ja, dat lag er net toch niet. Ik onderzoek het. Oh, Sinterklaas, mag ik fietsen? Nee, Piet. We hebben hier geen tijd voor. Laat de cadeautjes maar zitten, kom. Doe maar. Neem eerst het pepergoedkaartje. Ja. We gaan eens kunnen, hè. Doe maar, doe maar. Ja? Ja, je hebt de meest stabiele handen. Attentie voor de bewaker. Er zijn loopgenootjes gevonden bij de technische. Zij stil. Oeh, de bewaker. Bakpiet, en? Is het een beetje gelukt met de speculaas? Maar kijk eens aan, maar hij ziet er werkelijk prachtig uit, hè, Bakpiet. Heerlijk, zeg, daar gaan we straks... Sinterklaas! Ja, brave jongen, ja, ik ben het. Ik ben heel speciaal naar hier gekomen, omdat wij vorig jaar hier door de COVID-pandemie niet mochten zijn. En ook dit jaar was het een beetje moeilijk, maar ik heb wel cadeautjes gebracht voor alle kinderen waarvan de mama of papa hier in het ziekenhuis werkt. En ook voor jou heb ik iets heel lekkers meegebracht. Kijk eens hier, een lekker stukje speculaas. En die kunnen jullie thuis zelf ook maken. Jullie hebben alle ingrediënten thuis gekregen. En Bakpiet legt in een filmpje uit wat je precies moet doen om lekkere speculaas zelf te maken. Hallo, Sinterklaas. Het is ons gelukt. De bewakers.
Zeer goed gedaan, Pieten. Zeer goed werk geleverd. En als alles goed blijft lopen, dan kunnen we misschien volgend jaar hier terug live staan met de kinderen erbij. Wat denken jullie daarvan? Zou dat niet leuk zijn? Oké, tot ziens. Dag.